Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers en vandaag heb ik iets minder leuk nieuws voor jullie. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden en dan check ik jullie na de intro. Ik heb mijn camera neergezet, ik heb de stoel neergezet. Ik ga gewoon rustig de situatie vertellen. Er is niks aan de hand, geen zorgen. Maar er gaat wel iets veranderen. De video's maken, de content maken, het uploaden, al de reacties. Jullie zijn echt super geweldig. De steun is echt enorm, zeker voor hoe lang we bezig zijn. Maar ik heb gemerkt door de dingen die ik dagelijks doe en waar ik mee bezig ben, waar ik zelf naartoe wil als persoon zijnde, dat YouTube mij nu een beetje, zeg maar, tegenhoudt, omdat ik ben ten eerste 2-3 uur bezig puur met filmen per week, per video. Daarnaast ben ik ook nog soms zelfs 2-3-4 uur kwijt aan editen voor één video, hè. Dus ik ben bijna 14-15 uur kwijt puur aan content maken, filmen, editen, uploaden, alles erbij. Nou, stel je voor, ik had geen SD Scooters, geen SD Academy. Ik ben nog bezig met een andere business nu. Ik doe aan persoonlijke ontwikkeling, ik geef initiaties. En ik heb gemerkt dat ik gewoon geen tijd meer heb. Ik ben gewoon bijna dagelijks echt 12-13 uur bezig. Ik vind dat helemaal niet erg. Alleen als ik dan een verplichting heb om een YouTube video nog online te krijgen, terwijl ik bijvoorbeeld geen leuk idee heb of geen goede video vind ik zelf, dan denk ik ook van waarom moeten posten als het geen goede kwaliteit is, snap je? Jullie vinden de video's nog steeds leuk. Dat is echt super mooi om te horen en dat is ook echt fijn. Maar ik vind zelf dat ik mijn content de laatste 2-3 weken gewoon iets minder is. En ik wil niet dat de kwaliteit plus mijn gevoel aan het maken van de YouTube video's omlaag gaat. Dat is echt het laatste wat ik wil. Deze video's zijn puur voor mijn plezier. Ik heb hier echt serieus nog niks bijna aan verdiend. 6 maanden lang content, 2 video's per week. Geen één onderbreking gehad. En nu is het gewoon het punt gekomen waarop ik vind dat ik gewoon even andere dingen moet voortrekken. Puur omdat ik het gewoon zelf niet meer rondgewerkt krijg. Er komen er waarschijnlijk ook reacties van, ja, besteed het dan uit, dit, dat. Maar dat is nog niet mijn visie met YouTube. YouTube blijft gewoon iets wat ik zelf leuk vind, wat ik leuk vind om content te maken. In de toekomst ga ik dit zeker wel uitbesteden. Het komt er nu gewoon op neer dat er niet woensdag en zondag een video om 5 uur komt, maar gewoon puur alleen op zondag om 5 uur een video. En stel je nu voor dat we echt een extra video hebben of een leuke content of een aftermovie of weet ik veel wat, dan kunnen we die altijd nog gewoon random uploaden, snap je? Dus je gaat sowieso elke week content van ons hebben. Plus, de content gaat veel beter zijn. De content gaat, hij gaat nog steeds wel hetzelfde zijn als nu. Ik ben er ook wel tevreden mee, maar er zijn soms video's dat ik denk van, ik maak het puur om te maken, snap je? En dat wil ik niet. Ik wil gewoon video's maken met kwaliteit, leuke inhoud. Desnoods nog productreviews die eraan komen. De video's waarin ik reageer worden ook super goed ontvangen. Dat is echt, dat vind ik zelf ook super leuk om te maken. En daarnaast de area video's, die blijven natuurlijk altijd komen. Ook daarmee, ik ging dan bijvoorbeeld op dinsdagavond area. En dan kwam ik thuis om 11 uur, half 12. En dan moest ik die video gewoon nog editen, omdat ik woensdag weer zo druk had, dat ik hem anders niet op tijd online kreeg. Dus ik vind het zelf ook niet fijn om te vertellen, maar ik wil wel dat dit niet uit het niks komt en dat jullie weten waarom ik deze beslissing genomen heb. Puur omdat ik het gewoon zelf momenteel qua tijd niet aan kan en dat de content minder wordt. Daar draait het natuurlijk niet om. Het draait om plezier. Het draait om genieten met z'n allen. Eén community. Jullie zijn echt geweldig. Jullie supporten echt superveel. De reacties, ik meen het, zijn echt, die doen mij echt heel goed van binnen. Ook als ik zelf niet tevreden ben over een video, vinden jullie hem nog steeds nice. Dus dat is echt gewoon geweldig. Trouwens, de vorige keer met de skateboard, ik had 80 tries gedaan en niemand had hem geraden. Gewoon niemand. Niemand zat close. Dan weten jullie die uitleg ook. Die was ik vorige video vergeten, omdat het zo'n chaos was. Dus iets minder content, maar betere content komt eraan. Ik hoop dat jullie daar tevreden mee zijn. Daarnaast uploaden we wel nog elke dag gewoon één short. Er is altijd content online, maar niet de leuke lange video's die er normaal zijn. Die zullen er maar één keer zijn. En die gaan op zondag om 5 uur gepost worden. Zodat iedereen hem kan kijken meteen. De meeste zijn op zondag vrij. Leuke dag, fijne dag. That's it. Meer is deze video niet. Ik heb ook niet heel veel moeten knippen, denk ik. Want het is gewoon een praatvideo en het ging super goed naar mijn gevoel. Ik ben blij dat het eruit is. We gaan weer knallen. We gaan weer een leuke video maken. Dus doe zeker dat blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal, omdat je nog steeds een shirtje kan winnen als wij bijvoorbeeld op het skatepark zijn. Laat in de comments even weten wat je ervan vindt dat er nog maar één video online komt. Misschien niet voor iedereen even leuk,
maar voor mij wel het beste gevoel. En uiteindelijk ben ik degene die de video's moet maken, die de positieve energie moet brengen, met natuurlijk al de toppers rondom ons. Ik wens jullie allemaal nog een super fijne dag. Doe alvast de blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden. En dan check ik jullie in de volgende video op zondag. Laters!